De lente lijkt nu echt doorgebroken op het Zuidersportpark in Sneek. En dat geldt ook voor ONS Boze Sneek. De halve finale van de districtsbeker werd gehaald door een overwinning op Oranje-Nassau Groningen. In die halve finale wacht Staphorst, een uitwedstrijd. Vandaag is in de topklasse Kozakken Boys de tegenstander. Het is de nummer 2 en het wordt dus een moeilijke wedstrijd. Wij zijn E-Frankenaar reclamebelettering. Bent u op zoek naar een goed en vertrouwd adres voor uw reclame op bord, gevel, auto, ramen of op uw boot? Wij denken graag met u mee over de vormgeving en de montage. Of bent u van plan om op een beurs te gaan staan en op zoek naar een stand? Wij zetten er een voor u neer met alle toebehoren. Kom gerust eens langs om te zien of wij iets voor u kunnen betekenen. Wij wensen jullie veel plezier bij de wedstrijd. Vandaag de wedstrijd tegen Kozakken Boys thuis op het programma. Ik hoor mensen zeggen, een punt zou een bonuspunt zijn. Deel jij die mening? Ja, goed, Kozakken Boys is gewoon een topploeg. Ze zijn kampioen van vorig jaar en hebben een geweldige ploeg. Leek een week of 3 geleden uitgeschakeld. Door de uitslagen bovenin leven ze weer. Dus ze spelen volop voor het kampioenschap. Dan is denk ik elk punt tegen Kozakken Boys meegenomen. Is uw tuin toe aan onderhoud, grondige renovatie of nieuwe aanleg? Bij ons is uw tuin in goede handen. Wij komen vrijblijvend bij u langs om wensen, ideeën en budget bij elkaar te laten komen. Door onze kennis verzorgen wij uw tuin van A tot Z. Van overkapping tot tuinverlichting en van bestrating en beplanting tot erfafscheiding. Bij Alen de Boerenhovenier bent u aan het juiste adres. Dit keer met een vrouwelijke pupil van de week. Komt het arbitrale trio en de 22 spelers natuurlijk komen op het veld op het Zuidersportpark. Het zonnetje begint langzaam door te prikken. En de nummer 14, ONS Boze Sneek, gaat het opnemen tegen titelkandidaat nummer 2, Kozakken Boys. En ONS Boze Sneek stapt met de volgende 11 spelers. Op goal staat met nummer 16, Richard Strijker. De achterhoede wordt gevormd door Gustavo van der Veen, Alen de Boer, aanvoerder Chris de Wacht en Klaas de Vries. Op het middenveld spelen dan Harvey de Boer, Angelo Zimmerman en Danny Kamstra. En voorin eigenlijk de 3 vertrouwde namen aan de zijkanten Martijn Rosenburg en Kutty Gonzalez. En in de spits de topscorer met nummer 9, Jume Ramos. Listig balletje, Powell. Echt hem terug op Stout. En de reactie van Strijker, daar is nog Pires Tavares, maar die stond buitenspel. Treffer afgekeurd. Van der Veen, die stuurt daar Stout weg. Stout nog altijd. En wat een redding van Strijker. Ja, Van der Veen probeert die bal weg te koppen. Lanceert daarmee eigenlijk Stout. Pires Tavares is hem kwijt. Mulder. Maar terug naar Van der Kieboom. Er zit naast stuitje in. Ramos zit druk. Ramos nu. Ramos! Oh, dit was een kans voor ONS Boze Sneek. Dat was Alen de Boer trouwens die druk zette met Kamstra. Ramos mist net. Jong en heel. Want ONS Boze Sneek wel oppassen dat hij aan de andere kant er niet in vliegt. Bot. Daar is Powell. En hier ontsnapt ONS Boze Sneek. Aardige kans voor Barry Powell. Goede fase van ONS Boze, nu met Ramos. Alen de Boer is voor de goal nog altijd. Jume Ramos kan niet voorzetten. Dat lukt, daar is Rosenburg. Die gaat er overheen. En dan kan Van der Veen er net niet bij. Blijft die bal nog binnen. Haalt er een hoekschop uit Van der Veen. Uitstekend gedaan. Eerste hoekschop van ONS Boze Sneek. Rosenburg. De Wacht. Zimmerman. Is die bal op de lijn geweest? Dat is hij niet. Ramos dan nog. De tweede bal is nog voor Kamstra en dan is het wel van de Kieboom. Gari. Stuurt Powell weg. Dan stuurt Powell weg. Is dat Hens? Het is Hens van Strijker. Het is Hens. Dat levert ook Strijker een gele kaart op. Jong en heel. Stout. Pires Tavares. Die speelt hem te ver voor zich uit. Krijgt een kansing. De bal is nog altijd niet weg. Jacoba. En zijn schot gaat naast. Is nog aangeraakt.
Maar waar het zojuist ONS Boze Sneek was, is nu Kozakken Boys. Aantal minuten zeer gevaarlijk. Kamstra. Goeie bal ligt in Ramos. Dat is geen buitenspel. Jumen Ramos. Schiet. En hij maakt hem! Jumen Ramos. Precies na een half uur spelen is het 1-0. Wat een prachtige paas richting Ramos. Die komt oog in oog met Van de Kieboom. En Ramos laat eigenlijk zien wat hij het hele jaar al laat zien. Schiet onberispelijk binnen. En dan staat er na een half uur spelen 1-0 voor ONS Boze Sneek. González. Aardige voorzet van de Kieboom, laat hem los. Zimmerman. Listig balletje weer, daar komt Alen de Boer. Kan niet uithalen, Alen de Boer, dat lukt hem. Zo is ONS Boze Sneek 3 minuten naar de 1-0, heel dicht bij de 2-0. Is dat buitenspel? Dat is het niet. En Pauw op de lat. Jeroen Misbilik nog. En die stond wel buitenspel op zijn beurt. Merkwaardig moment. ONS Boze claimende Pauw buitenspel. Die stond het niet. Die bal gaat op de lat. En daarna stond Jeroen Misbilik op zijn beurt buitenspel. Rozenburg met de vrijtrap. De wacht is mee naar voren. Heeft er natuurlijk wel eens een paar gemaakt met zijn hoofd. Komt de vrije trap. Het zoeken is ook naar de wacht, dan komt hij niet. De tweede bal is voor Kamstra. En die valt binnen! 2-0 ONS Boze Sneek. En dit is toch wel een prachtig doelpunt hoor. Danny Kamstra. Vrije trap wordt weggekopt. Plant voor de voeten. En wat krult hij hem heerlijk in de verre hoek. En waar Kozakken Boys 1-1 dacht te maken. Maakt ONS Boze Sneek daarentegen de 2-0 een minuut later door Danny Kamstra. Rozenburg. De wacht. Rozenburg krijgt daar een schop. Twee man van ONS Boze Sneek nu op de grond. Doekschop. Draait weer gevaarlijk in naar die tweede paal, daar is Bolt. De doeltrap van Strijken. En dan is het rust en na een heerlijke eerste helft, het spel toch over en weer gaat, leidt ONS Boze Sneek. Met 2-0 doelpunten van Ramos en Kamstra. Middels is de tweede helft begonnen, twee wissels bij Kozakken Boys. Onder andere broertje van profvoetballer Jody Lukoki, Majer Lukoki. Nu aan de bal. Lukoki, Powell, Iriomas Bilek, stond buitenspel, Abtabari. Dan is daar de voorzet en wat een fantastische redding van Strijker. Vrijtrap, Jongenil. Daar staat helemaal vrij bij de tweede paal, die wordt eruit gehaald. Wat een kans voor Kozakken Boys. Het was aanvoerder Toby Mulder. Kamstra. En nu wordt Ramos weggestuurd. Kan hij hem meenemen? Het is aanvankelijk hoe die bal stuit. Ramos. Ramos. Wordt naar beneden getrokken. Scheidsrechter vindt het niks. Lijkt toch dat Ramos aangeraakt wordt daar. Levert wel in bij Lukoki vervolgens. Maar Van der Veen samen met Alen de Boer. Zorg ervoor dat Lukoki niet gevaarlijk wordt. En dan is die bal richting González uitstekend. 1-1 met Pollemans nu. Alleen Rozenburg is mee. Daar komt die bal ook. Rozenburg in één keer. Oeh! Geweldige redding. Ook daar is Ramos nog. En bij Jeroen van de Kieboom. Maar wat een poging van Martijn Rozenburg. Prachtige counter. En dan gaat de scheidsrechter affluiten. En wint ONS Boze Sneek met 2-0 van Kozakken Boys. En zo doet het hele goede zaken om in de topklasse te gaan blijven dit seizoen. Vooraf zei trainer Karrebelt nog, een puntje zou een bonuspunt zijn. Nou, we worden er zelfs 3 vandaag. Goals waren de Fayume Ramos en Danny Kamstra. Richard Strijker werd verkozen tot man of the match. Maar die titel had ook naar iedereen kunnen gaan. Een uitstekende teamprestatie en 3 punten voor ONS Boze Sneek tegen Kozakken Boys. Trainer Richard Karrebelt, allereerst gefeliciteerd met de overwinning. Vooraf spraken we met elkaar over misschien wel een bonuspunt. Het zijn er 3 geworden.
Ja, dat kan je wel zeggen. Een fantastische teamprestatie. Niet altijd goed. Wel ook gelukkig geweest op cruciale momenten, denk ik. En ja, op het juiste moment te scoren. En je moet zeggen, de tweede helft, toen hebben we het zo goed dichtgetimmerd. En dan zien we ook dat we in ieder geval ook heel goed kunnen verdedigen. En ja, dan trek je hem gewoon over de streep. En ik vond niet dat we in de laatste fase van de wedstrijd eigenlijk nog in de problemen kwamen. Je zegt inderdaad een teamprestatie. Hoe kan het dat het vandaag echt zo eruit komt? Heb je daar een verklaring voor? Nou goed, we werken ons eigenlijk altijd een slag in de rond. En misschien was het ook wel een beetje zo. Kijk, Zakker Boys is natuurlijk een hele goede ploeg. Wij willen altijd vooruit. En ja, goed, we hebben voor het eerst gekozen om wat terug te gaan lopen. Ook gezien onze omstandigheden qua bezetting van spelers die we hadden. Om het klein te houden. Ja goed, en dan valt dat een keertje toevallig een keertje goed. En ja, op het moment dat je het klein houdt, is het makkelijk om in de duelkracht te komen. Nou, dat kon je zien, want in de duels waren we vandaag gewoon verschrikkelijk sterk. Is uw tuin toe aan onderhoud, grondige renovatie of nieuwe aanleg? Bij ons is uw tuin in goede handen. Wij komen vrijblijvend bij u langs om wensen, ideeën en budget bij elkaar te laten komen. Door onze kennis verzorgen wij uw tuin van A tot Z. Van overkapping tot tuinverlichting en van bestrating en beplanting tot erfafscheiding. Bij Alen de Boerenhovenier bent u aan het juiste adres. Bent u op zoek naar een goed en vertrouwd adres voor uw reclame op bord, gevel, auto, ramen of op uw boot? Wij denken graag met u mee over de vormgeving en de montage. Of bent u van plan om op een beurs te gaan staan en op zoek naar een stand? Wij zetten er een voor u neer met alle toebehoren. Kom gerust eens langs om te zien of wij het voor u kunnen betekenen.